Hartelijk welkom bij dit nieuwe SGP Weekjournaal. We praten jullie weer graag bij over de laatste politieke actualiteiten. Ja, we beginnen gelijk met een serieuze aangelegenheid. Want afgelopen dinsdag heeft de regering ingestemd met een Europese digitale identiteit, terwijl de Tweede Kamer daar niet van wilde weten. Dus de Tweede Kamer was tegen, de regering zegt in Brussel gewoon Nederland stemt in met die Europese digitale identiteit. Nou, dat kan natuurlijk niet en daarom vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten een interpellatiedebat hierover aan. De coalitiepartijen blokkeerden dat tot groot ongenoegen van de voltallige oppositie. En ook bij Roelof Bisschop van de SGP schoot het in het verkeerde keelgat. Meneer Bisschop. Voorzitter, wat hier gebeurt, mijn mond valt open. De fundamentele rechten van de Kamer worden aangetast. De Kamer doet een eenduidige uitspraak, breed gesteund. Relatief breed, laat ik het zo zeggen. En wordt het niet uitgevoerd, dan wordt er een interpellatie op aangevraagd, terecht. Complimenten voor mevrouw Leijten dat ze daar de vinger bij legt. En er is een coalitie die zich de tanden laat uittrekken, die de Kamer de tanden laat uittrekken en zegt van nee, geen steun. Mensen, dit kan toch niet waar zijn? Alsjeblieft. Dank u wel. De hele video van dit verhitte debat is ook terug te vinden op ons YouTube-kanaal. En uiteraard spraken we Roelof Bisschop ook voor de camera van ons SGP Weekjournaal. Dit gaat over de positie van de Kamer. Dit gaat over het recht van de Kamer om nou ja, in zo'n geval het kabinet ter verantwoording te roepen. En dan moet je niet zeggen, we hoeven het kabinet niet ter verantwoording te roepen. Dat moet je wel doen. Dat is je taak als Kamer. Je controleert het kabinet. Dat is een van je kerntaken. Dus... Ja, ik zie het aan u. Juist ook die gang van zaken en de manier waarop je met elkaar omgaat, dat raakt u het meest. Nou, dat vind ik echt... kijk, dat raakt de inrichting van ons staatsbestel in zijn kern. En daarom, dit moet je niet zomaar achterloos laten passeren. Zo van, ja, dat maakt niet zoveel uit, doen we maar niet. Nee, als je hiervan afwijkt, dan heb je een goede reden daarvoor. En daar moet een gesprek over gevoerd worden. Ja, en we gaan er alles aan doen om dat gesprek op gang te krijgen. Dat gaat ook wel lukken, duurt alleen even wat langer. Ja, u zei het, hè? De Kamer die wordt tandeloos op deze manier. In de wandelgangen hoorde ik al de term het kunstgebit van de Kamer. Zou je dat op die manier kunnen omschrijven? Ja, ik vind dat wel een humoristische omschrijving. Ik zou er dan van maken, het is een klapperend kunstgebit van de Tweede Kamer geworden zo langzamerhand. Want je hoort het wel, maar veel geschreeuw maar weinig wol. Precies, en je krijgt er niks meer mee voor elkaar. Nou, op maandag was er een debat over emancipatie en Roelof Bisschop interrumpeerde daarbij zijn collega van D66, Jeannette van der Laan, over vrouwen op de arbeidsmarkt, ofwel gelijkheid op de arbeidsmarkt. D66 wil meer vrouwen aan het werk. Nou, de SGP zegt laat die vrouwen dat gewoon zelf kiezen, dwing ze nergens toe, maar geef hen keuzevrijheid. En dan vraag ik mij af, wat betekent dan uiteindelijk de vrije keuze van de partners binnen zo'n relatie? En dat mis ik bij D66. Dan is het toch dwang. We stimuleren. Natuurlijk kunnen woordenspelletjes gaan spelen. Gaan we niet doen. Maar erken dan gewoon dat D66 daar druk en dwang op wil uitoefenen. Dan weten we waar, zuiverder waar de posities zich bevinden. En dan niet camoufleren met allerlei eufemismen en dat soort dingen. Moeten we niet doen. Dwang. D66 vindt, zeg het maar. Klopt dat? Mevrouw van der Laan. Voorzitter, ik doe niet aan woordspelletjes of camoufleren. Ik ben heel duidelijk in wat wij vinden. En mijn punt, ook via de voorzitter richting de SGP, is... hoe vrij ben je als jij in een maatschappij leeft... waarbij op jonge leeftijd al het beeld ontstaat... Ja, dat de man voltijd aan het werk gaat... en dat de vrouw wat minder doet. Het is feitelijk wat er gebeurt. Tijdens hetzelfde debat was er ook een interessante interruptie tussen Lisa Westerveld van GroenLinks en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. In sommige lesmethoden staan opdrachten over heteroseksualiteit. En Roelof Bisschop legde dus de vinger bij deze suggestieve opdracht. Voorzitter, het lijkt er soms op dat heteroseksuelen zo langzamerhand een kwetsbare meerderheid zouden moeten worden. Die zich moeten schamen voor hun positie. Een recent voorbeeld is een lesmethode uit voortgezet onderwijs van een grote uitgever... waarover ik van verschillende kanten bezorgde ouders hoorde. Onder het mom van zich leren verplaatsen in de ander... worden heteroseksuelen neergezet Als mensen, en echt, dat staat er letterlijk in, ik heb er ook de ogen uitgewreven en het 3 keer nagelezen, neergezet als mensen die meestal een instabiele relatie hebben. En wordt heteroseksualiteit in verband gebracht met psychische stoornissen en kindermishandeling. Alsof dat het beeld zou zijn dat breeduit in de maatschappij leeft over homoseksuelen. Want je moest je verplaatsen in de ander. Het is dus een volstrekt vertekend beeld. Voorzitter, wie invoelingsvermogen wil kweken, doet dat niet door nepfeiten te verkopen. En al helemaal niet door leerlingen mee te geven dat ze erover moeten zwijgen. Zoals dat uiteindelijk ook in de opdracht wordt vermeld. Wat hij daaruit voorleest, denk ik, nou, dit lesmateriaal vind ik heel raar dat dit in de klas wordt gebruikt. Maar mijn punt was dat de heer Bisschop nogal een boute stelling doet. Namelijk dat heteroseksuelen zo langzamerhand een kwetsbare minderheid zijn. Nou, die stelling is natuurlijk op niks gebaseerd, behalve één voorbeeld uit een lesmethode. Goed dat u daar nog even op terugkomt, want dan is het toch goed dat ik even een precieze formulering herhaal. Want ik heb hier wel over nagedacht. Het lijkt er soms op dat heteroseksuelen zo langzamerhand een kwetsbare meerderheid zouden moeten worden. Die zich moeten schamen voor hun positie. Dus het is niet een stelling, maar het is inderdaad wel een beetje prikkelend geformuleerd. Dat ben ik met mevrouw Westerveld van harte eens. Dan gaan we naar de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overheid heeft voor slechte regelgeving gezorgd, dat weten we allemaal, rondom het stikstofdossier. En ja, ondernemers en boeren zitten daardoor met de gebakken peren. Roelof Bisschop vindt dat je dan om niet eerder verleende vergunningen opeens om die reden nu kunt intrekken. En daarop interrumpeerde hij ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Ik zeg de heer Bisschop na, voorzitter. Ondernemers valt niks te verwijten. En dat betekent dus ook dat er schade wordt vergoed. En verreweg de meest snelle manier die je kunt doen is het intrekken van vergunningen. Welke betekenis, welke waarde hecht D66 aan rechtszekerheid? Aan het feit dat wij in een rechtsstaat leven? Heer de Groot. Wat dan? Nee, voorzitter, dat vind ik echt een prachtige vraag. Want we leven inderdaad in een rechtsstaat. En het is de hoogste rechter geweest die de overheid heeft opgeroepen om beter voor de natuur te gaan zorgen. Voorzitter, het punt van verwijtbaarheid hoor ik niets van terug. Ik hoor wel dat de rekening bij die ondernemer wordt gelegd. Dat het falen van de overheid, want dat is hier wat aan de orde is, dat dat door de heer De Groot van D66 niet wordt benoemd. En dat op die wijze de fundamenten van de rechtsstaat, van de Nederlandse rechtsstaat worden aangetast. En D66 is daar opnieuw, hier, ook in deze interruptie, een warm pleitbezorger voor. Ja, en over datzelfde onderwerp stelde Roelof Bisschop ook kritische vragen aan stikstofminister Christiane van der Wal, die zichtbaar emotioneel werd. Hoe gaat de minister voorkomen dat er aan de ene kant stikstofruimte wordt vrijgespeeld, terwijl aan de andere kant die niet kan worden ingezet om handhaving te voorkomen? De minister. Nou, voorzitter, het probleem is dat dit zo gebiedsgericht is. Daar zijn we nu echt concreet met de provincie Overijssel over in gesprek. We bekijken alles. Alles. Ik heb bij, ik dacht, mondelinge vragenuurtje heb ik het ook aangegeven. Ik was toen net een week ervoor bij een gezin geweest, familie geweest in Overijssel. Nou, nou, het raakt me weer. Dat is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Het is, ja, die mensen gaan gewoon... Het is verschrikkelijk. En je zit daar en je kunt niks. Je kunt niks. Voor onze camera van het SGP Weekjournaal legt Roelof Bisschop uit wat het probleem en wat volgens hem de oplossing is voor de pasmelders. Voor de SGP zijn juist de pasmelders belangrijk. Hè? Die horen voorop te staan als het gaat om het toekennen van stikstofruimte en vergunningen. Waarom is dat zo belangrijk voor de SGP? Nou, heel simpel. Die duizenden bedrijven valt niets te verwijten als het gaat over de wijzigingen in hun bedrijfsvoering. Ze hebben zich aan alle regels keurig gehouden. Tot die conclusie komt de rechter ook. En desondanks zegt de rechter van ja, spijt ons wel, maar De eisen waren niet helemaal conform Europese regelgeving, waarschijnlijk. Dus weet je wat, je krijgt geen vergunning of die vergunning moet ingetrokken worden. En ja, dat is zo onrechtvaardig, dan wentel je het falen van de overheid, wentel je af op de ondernemer die niets te verwijten valt. Ja, u hebt dat ook voorgelegd tijdens het debat natuurlijk aan de betreffende ministers. Wat was de reactie van de regering? Ja, we kunnen niet anders. Rechtelijke uitspraken en er moet stikstofruimte komen en er wordt van alles gedaan om aan die stikstofruimte te komen. Hebt u vertrouwen in de aanpak van de regering? Als je op deze wijze doorgaat, dan kun je dit beleid voortzetten totdat de boeren een ons wegen. Nee, maar er rijst nu wel de vraag hoe nu verder. Volgens mij zit de regering ook met de handen in het haar. Zolang je kritische depositiewaardes als thermometer gebruikt en als maatstaf voor de stand van zaken in de natuur, dus de staat van instandhouding, kom je hier niet uit. Je zult dus hoe dan ook naar een ander instrumentarium moeten kijken, dat je werkelijk kijkt van hoe staat de natuur erbij. Ja, ook nog een klein beetje goed nieuws voor de pasmelders. Want afgelopen dinsdag werd er een motie aangenomen van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Die zegt dat er een einde moet komen aan de stikstofjacht voor snelwegen en luchtvaart. De stikstofruimte, vinden zij, die ontstaat, die moet met voorrang aan de pasmelders gegeven worden. Ook andere SGP-moties zijn deze week aangenomen in de Tweede Kamer. Vorige week kon u al in het journaal zien hoe Christoffer opkwam voor de situatie van gezinnen. Daarbij diende hij ook een motie in om daar onderzoek naar te doen. Deze motie is ook aangenomen, dus moet minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog dit onderzoek uitvoeren. Verder werden de moties over de N50 en de stations bij Barneveld en Stroe ook aangenomen in de Tweede Kamer. En de stemmingsuitslagen hiervan kunt u ook terugvinden op onze social media kanalen. Ja, en met dit goede nieuws zijn we alweer aan het einde gekomen van dit SGP Weekjournaal. Heel hartelijk dank voor het kijken. Vond u het interessant? Waardeer je dit? Doe dan even een duimpje omhoog onder deze video. Vergeet ook niet om te abonneren op ons kanaal om niets te hoeven missen. En zet ook even het belletje aan om een melding te krijgen zodra wij een nieuwe video plaatsen. Volgende week hopen we er weer te zijn met het nieuwe SGP Weekjournaal. Graag tot dan.